Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Een vraag die ik heel vaak krijg is hoe ik mijn neus contour. Als je mijn make-up video's hebt bekeken kun je ook zien dat ik mijn neus altijd contour bij elke make-up look. Ik heb een moeilijkere versie van contouren als je het echt precies wilt hebben. En een wat makkelijkere en ik ga ze vandaag gewoon allebei laten zien. Die ik het meeste doe in mijn video's is gewoon de makkelijke. Maar ik dacht het is wel leuk om ze gewoon allebei te laten zien en dan kun jij kiezen wat jij wilt doen. Je kunt ze ook afwisselen, dat doe ik vaak. Dit is dus echt de manier hoe ik het doe. Elke neus is anders. Mijn neus is hier wat breder waardoor ik het wat smaller wil maken. Sommige mensen willen hun neus wat korter laten lijken of willen een soort van wipneusje creëren. Sommige vrouwen hebben al een hele smalle neus en willen dat niet per se. Je kunt echt doen wat je wilt en dit is gewoon de manier hoe ik het doe. Maar jouw neus blijft altijd heel persoonlijk, dus je moet gewoon een beetje spelen met make-up. En dan kom je er wel achter wat de perfecte manier is voor jou. Vergeet niet te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week, elke dinsdag en zaterdag om 1 uur. Laat ook een leuke reactie achter, dat soort dingen motiveren mij ook. Leuke reacties, likes, dat soort dingen. Want af en toe is het voor mij ook niet leuk als een video niet echt likes krijgt of niet, ja, het is niet echt motiverend voor mij. Maar ik blijf gewoon wel doorgaan. Als je de video niet leuk vindt of je vindt iets niet leuk of je stoort aan iets, laat het me dan ook even weten in de reacties. Want dan kan ik er ook iets aan doen. Er zijn vloggers die altijd doen, ja, ik ben gewoon zo en ik ga dat niet veranderen, want ik ben gewoon zo. Ja, ik ben dus niet zo. Ik let wel echt op wat mensen willen en vragen en opmerkingen. En dan ga ik er ook echt iets aan proberen te doen. Als ik mijn video's edit, stoor ik mijzelf af en toe aan dingen. Net als bijvoorbeeld dat ik elke zin begin met nou. Het woordje nou. Nou, dat ben ik ook aan het minderen. Dus zo let ik ook op mezelf. Je moet altijd blijven groeien. Ben je dus benieuwd hoe ik mijn neus contour? Blijf dan gewoon even kijken. Nou, we gaan beginnen. Ik heb foundation op. Ik heb de bovenkant van mijn ogen gedaan en mijn wenkbrauwen gedaan. De concealer zit er ook al op. En ik ga laten zien, want neuscontouren begint al met de concealer. Ik zorg er dus voor dat mijn concealer ook al een beetje hier op mijn neus zit. Zodat dat straks wat dunner lijkt. En dat doe ik dan ook aan deze kant. Ik breng het niet te ver omlaag, want hieronder is mijn huid heel droog. En anders wordt het daar echt super droog. En dan met mijn beauty blender ga ik het gewoon zo uitblenden. Net als hoe ik gewoon normaal altijd doe. Dit is echt een heel makkelijk trucje als je niet altijd zin hebt om je neus te contouren. Maar wel altijd concealer opdoet. Dan heb je het toch automatisch ook een beetje gecontourd. Want doordat je nou hier ook concealer hebt gedaan op je neus, lijkt het alsof dit deel van je neus nog gewoon bij je huid hoort en niet al een deel is van je neus. Waardoor je neus dus minder breed lijkt. En de streep midden op je neus is ook belangrijk, want dat is een soort highlight. Waardoor straks je neus ook nog smaller lijkt. Let niet op mijn haar, want het is nog nat, dus het zit nog plat. Maar straks, als ik klaar ben met dit, ga ik even snel mijn haar doen. Ik gebruik mijn Kiko Sculpting Stick in de kleur 201 om mijn neus te cream contouren. Omdat mijn neus wat breder is, hier, en ik wil dat wat smaller hebben. Ik heb verder niet echt problemen met mijn neus. Ik heb best een mooie neus. Ik vind hem alleen hier iets te breed, waardoor ik hem dus smaller wil maken. En ik heb dus hier al die concealer gedaan en ik ga daarnaast gewoon 2 strepen zetten tot aan het begin van mijn neus. En ik breng het helemaal tot aan mijn wenkbrauw zometeen. En dit doe ik ook bij deze kant. En hoe dichter je de lijnen bij elkaar doet, hoe smaller je neus straks lijkt. Maar je moet het ook weer niet te dicht op elkaar doen, anders kun je het gewoon heel goed zien. Je moet wel realistisch blijven. Nou heb ik de 2 lijnen gemaakt en dan maak ik ook hier nog een klein van half rondje. En dit maakt je neus iets korter. Als je wil dat je een beetje zo'n wipneusje krijgt, dus dat het lijkt alsof de voorkant van je neus een beetje omhoog gaat, moet je ook zo horizontaal hier een streep maken, maar ik doe dat nooit. En dan doe ik altijd nog een beetje extra concealer in het midden. En dan kan ik het zo mooi in elkaar blenden. Hiervoor gebruik ik weer mijn beauty blender en ik blend eerst het bruine. En dat blend ik dan een beetje over de concealer heen. Zo, nou heb ik het helemaal geblend. Nou gaan we verder met poeder. Ik ga mijn gezicht baken met deze translucent powder van Beauty Bakery. En ook hiermee ga je dus een beetje je neus contouren. Wat ik dus altijd doe, is ik bake gewoon normaal zo onder mijn oog, net als hoe ik altijd doe. En ik ga ook weer een beetje op mijn neus, net als hoe ik met de concealer had gedaan. En dan maak ik vlak naast de bruine strepen een lijn met de poeder. Waardoor je neus natuurlijk ook weer wat smaller lijkt. Ik bake ook altijd bij mijn kin en mijn voorhoofd. En de concealerlijn doe ik ook poeder op. En dit laat ik gewoon even een paar minuten zo zitten. Nou, ik ben weer terug. Mijn haar is nou iets boller. Want terwijl ik aan het baken was, heb ik even snel mijn haar gedaan. Ik ga het er nou gewoon zo allemaal afhalen.
Alles is eraf. Nou ga ik contouren nog een keer, maar dan nou met poeder. Dit doe ik normaal. De cream contour ervoor is echt een extra als je extra goed wilt contouren. Maar wat ik nu ga doen is wat ik meestal alleen doe. En het is echt heel makkelijk. Ik gebruik mijn NYX Contour Palette. En ik gebruik altijd deze kleur omdat hij een mooie, koele ondertoon heeft. Waardoor je dus goed kunt contouren. Het is het beste om te contouren met een bruine kleur met een koele ondertoon dan een warme. Want de warme is echt gemaakt om te bronzen. En dan krijg je niet echt dat schaduweffect. En ik gebruik mijn Morphe Contour Kwast. En dit is de M572. Ik pak gewoon een beetje van de kleur. En ik maak gewoon weer zo'n rechte lijn op mijn neus. En ik ga weer door tot aan mijn wenkbrauw. Want als je dit zo doet, hier zo, als je het hier ook contourt, wordt het helemaal mooi smal. En dan kun je ook niet zo goed zien waar de contour begint. Want als je bijvoorbeeld gewoon hier begint, kun je echt gewoon een streep zien en dan ineens niks. En ik maak ook weer een streep hieronder. Dan doe ik altijd wat erop zit een beetje zo op mijn hand. En dan ga ik het gewoon met dezelfde kwast weer uitblenden. Kijk, je kunt het nou al heel goed zien zitten, maar straks ga ik ook laten zien hoe je het helemaal weg kunt blenden natuurlijk. Normaal, als ik alleen dit doe, dan ga ik pas hierna baken en dan bake ik er zo'n beetje overheen, waardoor het zo mooi blendt. Maar je kunt het ook gewoon doen op de manier zoals ik het nu doe, want ik heb ook gecream contoured, vandaar dat ik al heb gebaked. Dan pak ik weer mijn spons en hier zit nog een beetje poeder op van de bake. En dit doe ik gewoon helemaal over mijn neus. Ik doe niet te veel, gewoon zo. En ik laat het er niet op zitten zoals ik met baken doe. Ik haal het er gewoon weer meteen vanaf. Kijk, je kunt goed zien hoe het nou echt al een stuk meer is geblend. Er zijn mensen die nou gaan zeggen, ja je kunt het gewoon nog zien, je kunt het altijd gewoon nog zien. Dat is de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat je het niet kunt zien, want dan is je neus ook niet gecontourd. Mocht je het nog extra perfect willen contouren, dan is er nog een extra stap die je kunt doen. En dat is weer een beetje poeder pakken en het weer hiernaast doen. En dit laat je wel even zo zitten, dus ik ga het even zo laten zitten en dan ga ik gewoon even door met mijn gezicht. Nou, ik ben er weer, ik heb me verder opgemaakt. Ik ga nou deze poeder er zo afhalen. En dan is in principe je neuscontour af en mijn hele gezicht is nou af. Mocht je geïnteresseerd zijn in deze make-up look, dan kun je even mijn verjaardagsmake-up hierboven aanklikken. Want dit is basically dezelfde look, alleen de lippen zijn anders. Ik heb daar een lichte kleur op. Mijn telefoon trilt zo hard. En ik heb nou deze lipstick op. Dit is de I Heart Makeup Lip Lava Molten Chocolate Liquid Lipstick. Nou, dit was dan de heel veel aangevraagde neuscontour video. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik heb het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. Ik weet, het zijn best wel veel stappen, maar als je er eenmaal in zit, wordt het echt wel makkelijker. En de makkelijkere manier die ik heb laten zien, dus alleen maar met poeder, die is echt heel makkelijk. Je maakt gewoon twee strepen en je bent eigenlijk klaar. Als je je neus nooit hebt gecontourd, verwacht niet dat je de contour helemaal niet kunt zien. Je blijft altijd een beetje zien. Je kunt altijd zo die twee streepjes zien. Blend ze wel heel goed uit, dat het niet echt opvalt dat je echt twee rechte strepen ziet. Maar daar moet je gewoon even mee oefenen. Maar blending is key, je moet gewoon heel goed blenden. Nou, dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!